Welkom weer terug bij de Survival. In de vorige video heb ik deze prachtige auto gemaakt. En in de video van Mick heb ik het huis van Mick en de Pro gemaakt. Ik ben benieuwd of dat ze vandaag online komen, want ik ben super benieuwd naar hun reactie. En ik moest in de vorige aflevering ook mijn auto bijtanken, want die was leeg. En toen heb ik dit ding hier neergezet. Maar vandaag wil ik een tankstation slash autowinkel beginnen. Want ja, dit ziet er natuurlijk helemaal niet uit. En ik ben hier al een beetje aan de gang geweest. En het leek me een goed idee om hier dat prachtige gebouw te gaan maken. Want Mick heeft nog geen auto, de Pro heeft nog geen auto. Ja, de Noob heeft wel een auto, maar die staat daar nog verderop bij het verlaten tankstation. Dus het leek mij eigenlijk best wel een goed idee om er zelf eentje te gaan bouwen. En ik had volgens mij nog één kleur blokken ergens. Jazeker, kijk, groen. Weet je, dan maken we er toch gewoon een groen tankstation van. En ik heb hier ook nog best wel wat van dat smoothstone, wat ik natuurlijk nog over heb van de bouwplaats. En eigenlijk lijkt het me wel een goed idee om daar gewoon mee te beginnen met bouwen. En even kijken, 1, 2, 3, 4, 5. Dan zet ik hier een blok neer. En dan doe ik dat hier ook. Dit gaan de palen worden van het tankstation. Misschien zien jullie het nog niet voor je, maar ik wel. Dit wordt prachtig. En nu is het tijd om de palen allemaal wat hoger te maken. Ze moeten allemaal net zo hoog worden als deze twee palen. Kijk, op deze manier. En dit gaat dan het tankstation gedeelte worden. Dit wordt een soort van buitending met een mooi dak erop. En dan komt hier dadelijk denk ik nog een mooi gebouwtje waar ik de auto's in ga verkopen. Dus het wordt een soort van 2-in-1. En ik heb het trouwens misschien nog niet duidelijk gezegd, maar ik ben dus Mick en de Pro tegengekomen de vorige aflevering. Dat moeten jullie even checken op Mick's kanaal. Maar ik ben op zich wel blij dat ze er zijn. Volgens mij werken we nu helemaal samen. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. En ja, ze hadden ook nog helemaal geen huis gemaakt. Dus ik vond het ook maar zielig om ze buiten in de kou te laten staan. Dus dit is veel beter, oké? We werken weer samen. Het werd ook weer tijd om samen te werken. Maar ja, dat samenwerken is natuurlijk allemaal heel leuk en aardig. Maar ik ga gewoon eerst even lekker kippetje eten. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Hoppakee. Kan ik vanaf hier dit blok raken? Ja, oké. Dit is top. Dan kan ik dus het dak gewoon vanaf de grond maken. Dat is hartstikke mooi. En hier moet eigenlijk gewoon een soort van een, ja, hele rand omheen komen. En ik wilde dus een combinatie maken van donkergroen en lichtgroen. De eerste laag zit erop en de tweede laag wil ik maken van deze kleur groen. Hoppakee. Dit ziet er op zich al best wel nice uit. Alleen heb ik nog een beter idee hoe dat het er nog beter uit komt te zien. Want ik heb natuurlijk al dit asfalt gevonden de vorige keer. Hoppakee. Dat pakken we meteen mee. En wat we met het asfalt gaan doen is eigenlijk een heel erg grote, ja, vloer maken hier zo omheen. Want het lijkt me dus echt vet om met dat asfalt echt de meest zieke wegen te gaan bouwen hier. En wat ik nu ga vertellen is trouwens heel erg belangrijk. Dit begint al een beetje op een stad te lijken zoals jullie zien. Alleen heeft deze stad nog geen naam. Dus laat zeker een goede naam achter voor deze stad in de reacties. En misschien wordt jouw naam dan wel de nieuwe naam van deze stad. Dat zou echt ongelooflijk tof zijn. Oké, ik heb hier even wat iron gesmolten. Want ik heb namelijk nog geen schepje. En dat is natuurlijk niet helemaal handig. Want ik moet namelijk dit hele stuk uit gaan graven. Ja, dat gaat nog wel even duren. Ik heb dit nu al helemaal uitgehakt. En nu moet ik het allemaal gaan opvullen met asfalt. Let's go. En ik ga er gewoon nog even een randje omheen maken. En die ook helemaal invullen met asfalt. Let's go. En dan moet ik het natuurlijk weer even mooi opvullen. En ik denk dat het een goed idee is als ik gewoon dit hele dak hier zo in ga vullen met deze mooie lichtgroene blokken. Dat gaat er wel mooi uitzien, denk ik. En kijk eens even, mensen. Dit ziet er al top uit. En ik heb gelijk even uit mijn kist deze gasstations gehaald. Want die moeten hier zo komen te staan. En dan zet ik hier ook nog twee neer. Zo, hoppakee. En ik maak hier gelijk even wat slabs. Want die, dames en heren, moeten hier zo tussen deze pompstationnetjes komen zo. Kijk eens aan. Oh, dit is me toch prachtig. Ho, dus stel je voor, hè. Iedereen in Paardstad heeft dadelijk een auto. Dan rijd je dus hier zo heen en dan ga je hier zo tegen de tank aanstaan. Kijk, en dan kun je hier gewoon lekker bijtanken. Maar het enige wat je hier nu nog niet kan doen, is een auto kopen. Dus dat moeten we ook snel maar eens even gaan fixen. En dan gaan we dus hier beginnen aan de bouw van, ja, de plek waar je kan betalen voor de benzine en de showroom voor de auto's. Oh, dit wordt zo vet. En even kijken, dan begin ik hier gewoon met 3 van deze blokken en aan, even kijken, deze kant ook. 1, 2, 3. En dan heb ik natuurlijk ook nog superveel van deze groene blokken over en daar gaan we dit hele ding van bouwen. En misschien komt er ook nog wel een mooi accentje donkergroen bij. Dat zien we vanzelf wel. Hoppakee, hier komt dadelijk de deur erin. Hier ga ik nog een mooie zijdeur bouwen. Dit gaat er ook fantastisch uitzien. Geloof me, ik denk dat
dat dit oprecht een heel erg mooi tankstation slash showroom slash autowinkel slash betaalding om voor de benzine te betalen ding wordt. En ik pak er meteen ook eventjes wat dirt bij, want dit hier zo kan nog wel wat opvulling gebruiken. Hoppakee, ik ga hier gewoon ook nog een zijingang maken, waarom ook niet. We hebben natuurlijk ook een grote deur nodig om met de auto's erin te komen. Dus daar gaan deze perfect voor dienen. En hier aan deze kant ga ik precies hetzelfde maken als aan de voorkant, alleen dan zonder deur. Ik denk dat we genoeg deuren hebben nu. 1, 2, 3. Kijk, die palen moeten er natuurlijk ook weer komen. En dan vullen we dit natuurlijk ook weer helemaal in. Kijk, is wat prachtig. Oh, zo. Hoppakee. Hey, dit begint echt al wel ergens op te lijken, mensen. Ik moet alleen weer even een mooie vloer leggen hier zo in de autowinkel. Mijn schepje is ondertussen kapot gegaan. Maar ik heb het idee om hiervan de vloer te gaan maken. Want ik denk dat dat er wel heel erg nice uit gaat zien. En hier mag ook een blokje komen. Kijk eens, de hele vloer zit erin, dames en heren. Let's go! Alleen heb ik geen glas meer om hier dadelijk de ramen mee te vullen. Want de showroom heeft natuurlijk altijd van die reusachtige ramen. Dus dat moet ik eerst eens even gaan regelen. Ja, dat gaat heel erg veel werk worden. Oh, wat? Dat ben je niet. Ik had al die tijd gewoon nog een schepje in mijn inventory. Oké, chill. Dan hoef ik er geen meer te maken. Bij mijn huis heb ik gelukkig nog een mooi zandstukje liggen. Daar zo boven is de stad die we aan het bouwen zijn. Waar we nog steeds geen naam voor hebben. Ik ben ook echt super benieuwd wat Mick dadelijk van zijn huis gaat vinden. En of dat hij misschien al een auto bij me wil kopen. Dat zou helemaal mooi zijn. Dan hebben we gelijk de eerste klant. Of misschien komt de pro of de noeper wel aan. Ik heb geen idee. We gaan het allemaal meemaken. Ik ben weer thuis met genoeg zand. En let's go. Ik heb wat iron erbij. Oh, ik kan nu denk ik een broek maken zo. Hoppa. Oh, ik kom er één tekort. Oké, lekker Giel. Weet je wat? Dan maken we toch mooi een helmpje zo. Hoppa. Bam. Ik ga ook eventjes dit gasding hier inzetten. Want ja, we hebben denk ik niet nog een gas station nodig. En hier staat er volgens mij ook nog een. Jeetje, wat heb ik die veel. En het lijkt me eigenlijk wel vet om hier ook van dat mooie groene blok te doen. Want dan loopt het dadelijk helemaal door. Waarschijnlijk snappen jullie nog niet wat ik bedoel op dit moment. Maar jullie komen er zo achter. Het wordt geweldig. Zoals altijd als ik iets bouw natuurlijk. Ja, ik wil mezelf niet te veel complimentjes geven. Maar ik word me toch een partij goed in bouwen, joh. Ho, niet te geloven. En dan vullen we het even mooi hiermee op zo. En dan wil ik hier een mooie rand op gaan bouwen zo. Hoppakee. En dan komt hier dadelijk allemaal glas in. Of ja, ik moet nog even kijken wat mooi is. Maar ik denk dat dit er wel vet uit gaat zien hoor zo. Hoppakee. Kijk, dat zit erop. En wat me nog vetter lijkt is als we hier nog een soort van een extra laag toevoegen. Dan krijgt het een soort van mooi overkappentje hier zo buiten. Ik denk dat ik echt net genoeg blokken ga hebben hiervoor. En dan kan ik er zo mooi met een ander blok nog een mooi dakje op maken denk ik. Oké, ik ben hier in mijn huis en er is alweer een hele hoop glas klaar. Dan ga ik allemaal van deze... Oh, wacht. Dat craft je natuurlijk anders. Allemaal van deze mooie glass planes van maken. Hoppakee, paints. Ik heb geen idee hoe dat je dit uitspreekt. Maar goed, hoppakee. We hebben ook slabs nodig. Want hiermee wil ik het volgende gedeelte van het dak erop gaan zetten. Kijk, en dat wil ik een beetje op deze manier gaan doen. En dan wil ik dadelijk ook een mooi glazen dak er nog op maken. Dit ben je niet. Ik heb echt precies genoeg van deze slabs volgens mij. Kijk, ja. Oké, dit komt echt allemaal top uit. Of trouwens, misschien is het nog wel vet om hier nog eerst even een laagje donkergroene blokken te doen. Die heb ik ook nog niet gebruikt. Kijk, dat ziet er ook prachtig uit. En dames en heren, het is niet te geloven, maar dan kan ik gewoon al beginnen met het maken van de ramen in dit huis. En ik denk dat ik hier nog eventjes precies in het midden nog een mooie pilaar neer ga zetten. Kijk, dat ziet er al een stuk beter uit. Anders wordt dit wel een heel erg groot raam. En nee, ik heb nog meer glas nodig en ook voor het plafond. Dus ik ga maar snel weer even naar mijn oven toe. En ik ben weer in mijn huis. En wil je nou net als al deze mensen hier in beeld een shout-out krijgen in mijn volgende video? Vergeet dan zeker niet even te abonneren op mijn kanaal. Want misschien krijg jij dan in de volgende video wel een shout-out. En dat wil je natuurlijk, toch? Oh nee, nu heb ik er allemaal van die dunne glasstukjes van gemaakt. Terwijl ik dadelijk ook nog dik glas nodig heb voor het plafond. Of ja, ik had alleen maar dik glas nodig voor het plafond. Oh, ik ben ook zo dom. Oh, gelukkig. Ik kan nog een raam invullen hier. Kijk, hoppa. Dit begint al ergens op te lijken. En ik had volgens mij ook nog ergens een deurtje over. Kijk, hier heb ik een mooie deur. En die ga ik gewoon als voordeur gebruiken voor een pompstation. Waarom ook niet? Hoppakee. Ik denk dat een ijzeren deur nog vetter zou zijn. Maar dat vind ik een beetje zonde om nu al mijn ijzer aan te verspillen. Maar ik ga even wachten totdat het glas klaar is. En dan kunnen we dat hele dak gaan invullen. En het is een tijdje verder. Ik kan het hele dak gaan invullen met glas, dames en heren. Hoppakee, kijk eens aan. En dit is dan de showroom, dames en heren. Maar we moeten natuurlijk ook een mooie balie hebben. En ik denk dat dat er op deze manier op zich wel vet uitziet, toch? Ja, ja, gewoon lekker simpel. En dan kunnen we hier dadelijk wat chests neerzetten en zo. En dan ga ik hier de werkplaats maken voor mijn auto's. Alleen moet ik eerst daarvoor even de spullen pakken. En waar liggen die eigenlijk? Oh, ik denk dat ze gewoon in mijn auto zitten. Jazeker.
zeker, oké, dit is top. En dan moet deze in het midden en die andere eromheen. Hoppakee, deze komt in het midden en dan bouwen we deze er allemaal omheen zo. Kijk eens, en dan kunnen we hier dus een auto weer maken straks. Oh, dit wordt zo vet. En ik heb er ook gelijk even wat asfalt bij gepakt, want zo kan je dadelijk makkelijk met je auto hier oprijden, mocht je auto gerepareerd worden. Zo kan je dus gewoon lekker je auto hier oprijden binnenkort en dan kan ik je auto ook repareren, mocht dat nodig zijn. En ik heb hier ook meteen even wat chesten neergezet, want hier wil ik alle spullen die te maken hebben met de auto's instoppen. En ik denk ook dat het heel erg vet is, al gaan we hier onze allereerste weg bouwen binnenkort. Oh, dat kan ik trouwens nu ook alvast doen. Als ik hier namelijk een weg uitgraaf, dan, ja, dan kan iedereen met zijn auto hier overheen. Oh, dit wordt ontzettend vet. Ik vind het een goed idee om te laten liggen. Dames en heren, alles is uitgegraven. En kijk eens aan, dit ziet er nu echt al top uit. En ik zat te denken om met deze dingen te werken, want hier kun je namelijk een soort van een wat langere trap maken. Toen net had ik een trap wat één blokje hoog is, maar dit ziet er toch iets smoeter uit, vind ik. Kijk eens aan, en dan vullen we dit dadelijk in met van die grote asfaltblokken en dit ook allemaal. En dan hebben we zelfs nog een mooi oprijstukje. Oh mensen, dit is toch prachtig. Dames en heren, kijk eens aan, de eerste weg van deze stad zonder naam is gemaakt. Kijk eens even, dames en heren. Oh, dit is toch top. Dit vind ik echt geweldig. Even serieus. Kijk, en hier hebben we natuurlijk dit mooie trappetje. Hoppakee. Oh, dat gaat zo smooth. Maar nu is het tijd om even al de dingen voor de weg en voor de auto's hierin te gaan leggen. Ik heb niet veel asfalt meer over. Maar goed, hier zat inderdaad, oh, echt een hele hoop in. Al het asfalt doe ik netjes bij de rest. De tank erbij. En hier heb ik nog meer asfalt. Jeetje, hoeveel asfalt heb je nodig? Eens even kijken. Oh, asfalt hebben we hier nog. Dat neem ik mee. Die gas stations neem ik dan ook maar mee. Ja, ja, ja. Ik denk dat ik alles heb. Dan stop ik hier het asfalt nog in. En bam! Alles is gesorteerd, dames en heren. Oh, wat is dit dan weer? Hey, Mick, waar ben jij geweest, joh? Ik was gewoon even aan het survivalen, zoals het hoort, toch? Oké. Ja, wat vind je van mijn prachtige tankstation met autoshowroom? Wat heb jij... Wat is dit? Je hebt zelf een auto en je denkt, joh, ik bouw gelijk een heel tankstation met auto's. Ja, ik dacht van jullie zullen vast ook wel een autootje willen, dus nou ja, dat kan ik hier allemaal regelen. Wat? Ik zie helemaal geen auto. Nee, die kan ik hier voor jou bouwen als je wil, maar het kost wel 3 diamonds per auto, heb ik besloten, want ik wil er natuurlijk zelf ook wel wat aan verdienen, hè? Oké, nou, dat is vrij goedkoop, vind ik, 3 diamonds voor een auto. Ja, toch? Ja, dat kan gewoon. Zie ik nou dat mijn huis ook af is, trouwens? Ja, jouw huis is ook helemaal af. Die heb ik samen met de noob nog een beetje lopen pauwen gisteren. Heb je met de noob dat gedaan? Ja, ik heb de noob gewoon de simpele klusjes gegeven en, je moet de binnenkant maar eens bekijken. Oké. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Oké, het is nog vrij leeg hier. Je hebt geen meubels voor mij gelijk ingekocht. Nee. Maar misschien kan je beter in jouw video even de binnenkant laten zien. Oh, zelfs onder de trap. Wat? Oké, dat ziet er heel lijp uit. Ik heb heel erg mijn best gedaan. Ja, dat vind ik mooi. Maar Giel, trouwens, als 3 diamonds 1 auto kost, dan... ik heb op dit moment niet 3 diamonds, maar ik zou misschien wel alvast een auto willen bestellen, als dat kan. Bestellen? Oké, ja, dat is helemaal mooi. Ik neem aan, een auto is een grote aankoop, dan moet je wel even voorbereiden. Ja, zeker. Ik moet hem nog helemaal in elkaar bouwen en ik ben tegenwoordig een ware automonteur, dus dat moet helemaal goed komen. Oké. Nou ja, ik zeg heel eerlijk, ik vind deze auto echt super mooi. Oké, dus je wil eigenlijk gewoon deze? Ja, maar dat paarse, dat... Je wil een gele auto, ja, maar daar had ik al wel rekening mee gehouden. In deze kleur. Deze kleur. Wacht, ik pak even een voorbeeldje erbij, hoor. Even kijken. Deze zou het dan worden. Deze kleur. Is dit mooi? Dit is echt een prachtige kleur, Giel. Heel erg mooi. Oké. Nou, dan ga ik hem meteen aan de slag, Mick. Dan denk ik dat hij morgen ongeveer af is. Maar dan wil ik ook die 3 diamonds hebben, natuurlijk. Ja. Ik heb... dan moet ik... Dan ga ik meteen regelen. Oké, nou, succes. Yo. Dankjewel. Klik hier om te kijken waar Mick allemaal mee bezig is in de survival. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Volg me ook zeker even op Instagram voor nog meer superleuke video's. En dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken, mensen. Later. Doei.